De agrarische coöperatieve vereniging Wi Uma Fusranang heeft gisteravond haar nieuwe product Nyunkokori gelanceerd. De vereniging brengt hiermee gezonde Surinaamse voeding voor jonge kinderen op de markt. De voorzitter van Wi Uma Fusranang, Tanya Luwashu, zegt dat de lancering van deze voeding voor opgroeiende kinderen een mijlpaal is voor Suriname. Wi Uma Fusranang, die de eerste vrouwelijke agrarische vereniging van Suriname is, laat weten dat kokori heel erg oud is. Veel Surinamers zijn daarmee grootgebracht. Echter bevat kokori, die gemaakt wordt van cassave, niet voldoende voedingsstoffen als het niet met melk wordt klaargemaakt. Daarom heeft de agrarische vereniging gewerkt aan de verrijking van de kokori. Onze verrijkte kokori heeft, ik denk, ongeveer 70% lokale grondstoffen. En als wij de ondersteuning krijgen van u als Surinamer, ik praat niet over ondersteuning van de overheid, want wij moeten het doen. Wij gaan het doen. Als wij zelf ook soja, die een 30-33% component in het product is, gaan telen, kunnen we straks zeggen dat voor 90% dat product lokale grondstoffen zijn. En we gaan het doen. De vrouwen van Wi Uma gaan zeker soja telen om dit verder te verrijken. Dit product bestaat dus uit soja, rijstmeel, cassavemeel, vitamine en mineralen. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadar Sukul, benadrukte dat dit product een groot voordeel is voor gebieden in Suriname waar mensen moeilijk aan melk kunnen komen. De verrijkte nyunkokori behoeft geen melk meer bij het bereiden ervan. Nu, voeding voor kun je maar hebben. Zonder dat je melk naar gaat maken, komt de belangrijke voedingsstoffen van het melk erbij. Alleen dit product koken in water. En dat is heel mooi. Ik weet niet of het eigenlijk gaat koken of dat we samen blijven zijn. Maar dat je het blijft koken 1 tot 3 minuten langer, geeft nog een concreet veiligheid erbij als het ware. Dus in elk geval, wat dat betreft, is het alleen maar een win-win-win voor onze samenleving. Gayadar Sukul zegt dat het ministerie heel erg blij is met dit Surinaams product en door de overheid gepromoot zal worden. Hij hoopt dat dit product van Wi Uma Fusranang zal bijdragen om een groot deel van de kinderen binnen de samenleving dichtbij de gewenste groeicurve te brengen.